Ik meen te voelen dat hij voorwiel aangedreven is. Nou ja, dat weet ik wel vrij zeker. Dat voel je natuurlijk. Dit blijft toch een leuk deel van mijn werk. Hè? Allerlei verschillende auto's, maar zo'n gecamoufleerd exemplaar. Ik vind het gewoon gaaf. Het heeft iets magisch. Hè? Misschien ben ik daar heel kinderachtig in. Ik denk, oh jeetje, moet ik een coronakoep? Echt ernstig moet. Ik moet even die lok er een beetje af gaan knippen. Vandaag in de wind gestaan heel veel. Dus het is een beetje verwaaid nog de koep. Kijk, hier mijn pluk hier. Gek. Beetje wegvouwen zo. Maar daar kijken jullie deze video niet voor. Jullie krijgen een hele korte sneak preview van het nieuwste elektrische model van Mercedes. We kennen natuurlijk de EQC. Hebben we al een tijd gereden. Oh, fijne auto. Zo'n fijne auto. Onderschat. Onterecht zien denk ik te weinig. Ook gewoon gaaf om te zien. EQS komt er aan. Dat is natuurlijk nog groter, nog duurder. Maar daaronder komt dit model. En dat is de EQA. Nou ja, dan weten we. Het is het platform van A-klasse, B-klasse, GLA, GLB, B-klasse had ik al gezegd. Hè? Politie, ja. Die auto's. Dat kunnen ze blijkbaar elektrificeren. Ik heb een aantal details. Niet superveel. Maar goed, die hoef je ook nog niet te weten. Want morgen is de officiële première. En dan komen de details naar buiten. Dan heb ik over 20 januari. Dit is nu gewoon even een sneak preview. Heel kort. EQA 250 is de eerste versie die komt. Die krijgt 140 kW elektromotors. 190 pk. Dat is niet wild veel voor een elektrische auto. Het wordt er gewoon vlot van. Het is natuurlijk altijd wat zwaarder. Natuurlijk accupakket en zo. Dat soort details weet ik allemaal nog niet. Wat ik wel weet is de actieradius in ieder geval meer dan 420 km WLTP. Nou, hoeveel precies meer, dat weet ik niet. Wereldpremière 20 januari om 11 uur. Dus dat is morgen. Dus misschien zie je deze video wel later of zo. Maar goed. En hij wordt geproduceerd in Rastatt in Duitsland. En ik sta bij een snellader. Dat kan die ook DC laden. Dus dat snelladen langs de snelweg. Er zijn ook wel sommige plekken in de stad of waar je dat tegenwoordig kan. Maximaal 100 kW. Dus dat is op zich gewoon prima. Verdere details over de auto heb ik niet. Het is denk ik een GLA, maar dan elektrisch. Of er dan ook een GLB en dan elektrisch komt. Of nog andere varianten elektrisch. Dat weet ik allemaal nog niet. Als ik gewoon kijk qua ruimte en zo. Ja, dit is gewoon helemaal prima. Hè? Het is een natuurlijk compacte SUV. Dus het loopt niet over van de ruimte. Maar op zich wel prima. Ik meen te voelen dat hij voorwiel aangedreven is. Nou ja, dat weet ik wel vrij zeker. Dat voel je natuurlijk gewoon. Hij doet er redelijk niks mee. Voelt een beetje elektro-koppel op de vooras. Dat geeft altijd zeg maar, net eventjes af en toe een toefje wielspin. Niet heel erg. Ja, en verder, ik denk dat we qua design ook wel wat ja, zeg maar van die typische elektro-elementen zullen gaan zien. Maar dat is allemaal nog afgeplakt. Dat is wel lachen. Ook het logo op het stuur bijvoorbeeld is afgeplakt. Maar daar voel je dan zeg maar, echt gewoon Mercedes-ster doorheen. Ja, dit interieur is natuurlijk echt prachtig. Het is een edition, het zal wel edition 1 zijn. Met licht leer, het is een beetje wittig. Met blauwe stiksels. Ja, ik vind het heel erg mooi. Hij komt dit jaar nog ook in de showroom te bestellen, af te halen, te leasen, te kopen. Whatever you want. Dat is vrij positief. En voor meer details kijk je natuurlijk op www.autoblog.nl. Die leuke website. Bedankt voor het kijken.